Meneer Rutte, goedemiddag. Goedemiddag. Kent u artikel 3 en artikel 6 van het kinderrechtenverdrag? Nee. Daarin staat dat de overheid het belang van het kind te allen tijden moet dienen en ook zorg moet dragen voor de ontwikkeling van een kind. Verstommige artikelen. En hoe moet je dat rijmen met het voornemen en het beleid van dit kabinet om 600 kinderen, die toevallig onder gemeentetoezicht vielen en niet onder rijkstoezicht, het land uit te kieperen? Daar zijn goede argumenten voor. Maar hoe moet je dat rijmen met het verdrag van de rechten van het kind? Een verdrag dat overigens boven nationale wetgeving gaat, hoor ik altijd. En dat heb ik altijd geleerd. Nee, zeker. Wij zorgen er altijd voor dat onze wetgeving natuurlijk in lijn is met onze internationaal verdragrechtelijke afspraken. Ja. Daar wordt altijd op getoetst, de grondwet, de internationaal verdragrechtelijke afspraken. Geen twijfel over. Maar hoe moet je het rijmen dat kinderen die toevallig niet meer onder rijkstoezicht vielen, maar onder gemeentetoezicht, die soms al langer dan 5 jaar in Nederland zijn, geworteld zijn, waarvan ontwikkelingspsychologen zeggen, Je schaadt de ontwikkeling van een kind als het dan weg moet. Als je dat dan legt naast artikel 6 van het verdrag van de rechten van het kind, waarin staat dat de overheid de ontwikkeling van een kind niet moet schaden. Dat laat zich echt goed verklaren. Doet u eens een poging. Ga ik doen. Het landelijk toezicht, daar hebben we zicht op met z'n allen. Dus toen de wet gemaakt werd, het regeerakkoord werd geschreven en vervolgens de regeling werd gemaakt over het kinderpardon, toen hebben we gezegd, we beperken ons tot die groep die ook landelijk in beeld is. Dan weet je ook dat mensen meewerken aan hun vertrek, meewerken aan alles wat nodig is om een asielaanvraag op een correcte wijze af te handelen. Ga je naar het gemeentelijke domein, dan is dat buitengewoon divers. Er zijn sommigen die vinden dat zelfs het deelnemen aan het onderwijs al betekent dat je onder gemeentelijk toezicht staat. Maar er zijn grote groepen die zijn ingeschreven bij de gemeente, bij woningbouwcorporaties. Sommigen hebben zelfs een uitkering. Die zijn dus bij de overheid bekend. En daarvan is terecht ook gisteren door Diederik Samsom gezegd, bijvoorbeeld bij die vraag over het onderwijs. Is dat dan onder toezicht van de gemeente staan? Dat is het niet, want dan zou het onderwijs ook belast worden met allerlei andere maatschappelijke taken. En juist omdat dat zo'n lappendeken is, hebben we gezegd, je moet uitgaan van 1 standaardregeling. Die gaat uit van het landelijk onder toezicht staan. Ja. Ook omdat je dan zeker weet dat die gezinnen met die kinderen zich niet onttrekken aan het toezicht, zich ook niet onttrekken aan het volledig meewerken aan het afwikkelen van een asielaanvraag. Maar die mensen waren toch bekend bij de gemeente in heel veel gevallen. Daarom zijn ook meer dan 130 burgemeesters, ongeveer 1/4 van alle burgemeesters die we hebben in dit land, nu in soort van opstand gekomen. Want die kennen die mensen. Die mensen stonden daar ingeschreven. Die stonden daar, waren in ieder geval bekend in de databases daar. Maar dat is niet de enige discussie. De discussie is niet alleen of je ingeschreven staat. De discussie is ook of je hebt meegewerkt aan alle fatsoenlijke stappen die nodig zijn als je een asielaanvraag doet om die goed af te wikkelen. Waarom doen we dat? Omdat we in Nederland willen een land zijn waar je, als je echt vervolgd wordt, echt bedreigd wordt, dan kun je hier als asielzoeker rekenen op bescherming. Ja. Dan kun je een verblijfsvergunning krijgen. Er zijn heel veel mensen die daar niet aan die eisen voldoen. En het draagvlak onder het stelsel, het eind jaren 90 gezien, toen we 60.000, 70.000 asielzoekers per jaar binnen. Maar dat is al lang niet meer zo. Nee, dat is lang niet meer zo. En je ziet dus ook dat het draagvlak sinds die tijd is toegenomen. Dat de Nederlandse bevolking zegt, het hoort bij een beschaafd land om mensen die daadwerkelijk bedreigd worden, vervolgd worden, niet teruggestuurd kunnen worden, om die erop te vangen. Maar dan diegenen die wel terug kunnen. En je praat hier dus ook over gezinnen die ook op een gegeven moment heel goed weten dat ze eigenlijk niet aan de eisen voldoen en terug moeten. Maar nog in allerlei procedures. Maar dan had u de vreemdelingenpolitie bij ze langs gestuurd. Want de adressen waren daarom bekend. Die stonden bekend. Die waren geregistreerd bij de gemeente. En daarom hebben we gezegd, precies om die reden hebben we gezegd, je moet uitgaan van de landelijke regeling. Want dan weet je ook precies om wie het gaat en of ze deelnemen aan al deze activiteiten. Ja. Bekend zijn met COBA, dus het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, of bij de dienst Terugkeer en Verblijf, oftewel bij de andere landelijke instanties, de IND. Daar moeten ze bekend zijn en zijn ingeschreven. Maar desalniettemin zijn die mensen hier nog. Die zijn hier langer dan 5 jaar. Ook maar die weten, ook al hadden ze het land moeten verlaten, dan waren de adressen bekend. En dan had u de vreemdelingenpolitie langs kunnen sturen en ze in het land uit kunnen brengen. Ja. Dat is niet gebeurd. Ze zijn hier dus gebleven. En een aantal van hen, begrijp ik ook van Defense for Children. Het is natuurlijk niet zo. Ja, maar echt, dit is een hele gekke ding. Dit komt erop neer dat als ik mij niet aan de regels houd en niet onmiddellijk door de politie wordt bekeurd, dat ik dan voortaan altijd die regel mag overtreden. Dat kan natuurlijk niet zo zijn. Dan kan ik dus permanent te hard rijden. Want ik ben op een of andere manier nooit gepakt met dat te hard rijden.
Maar er zijn je hebt je aan de regels te houden. Ik hoor anders is het draagvlak echt hoor. Ik herhaal het nog een keer. We kunnen allemaal proberen extreem iedereen hier toe te laten. Maar dan verzeker ik u één ding. Dan is het draagvlak in Nederland, in ieder geval bij mij als individuele Nederlander. En ik denk bij de meeste mensen die dit programma meewerken, is direct weg. Maar de vraag is, wat kunnen die kinderen dus je moet ook hard zijn. De vraag is, wat kunnen die kinderen daaraan doen? Nou, die kinderen kunnen daar zelf niks aan doen, maar die ouders wel. Maar die ouders hebben een verantwoordelijkheid. Maar ik hoorde Defense for Children praten over een voorbeeld van een kind dat half jaar oud was, in een asielzoekerscentrum zat en in het belang van dat kind is het daar uitgehaald, zodat het kon opgroeien, naar school toe kon enzovoort. Die is dus niet onder rijkstoezicht gebleven, kan het kind niks aan doen, is hier langer dan 5 jaar, is hier geworteld, waarvan ontwikkelingspsychologen zeggen, daar moet je zo'n kind niet weg gaan halen, want dan schaadt je de ontwikkeling. En dan kom ik weer terug bij artikel 6 van het kinderrechtenverdrag. Dat mag u dus krachtens dat verdrag niet doen. Ja, ik vind het echt te simpel voorstel. En het is goed voor het debat, want dan heeft de kijker het thuis ook scherp. Maar dat vereist ook voor mij een scherpe reactie. Gaat u gewoon. En in de kern kom ik terug op het vorige punt. Ja. We hebben in Nederland een buitengewoon fatsoenlijk en ruimhartig asielbeleid. Dat vind ik ook passen bij een land van ons welvaartsniveau. Ja. Maar het werkt alleen als we ook zeker weten dat de mensen die hier toegang krijgen, daar ook echt recht op hebben. En deze mensen weten in verre de meeste gevallen dat zij geen kans hebben of eigenlijk bijna geen kans hebben om hier te blijven. Als ze er dan toch voor kiezen, zich onttrekkend aan landelijk toezicht, op een of andere manier Maar het zijn geen mensen die de legaliteit in zijn gegaan, hè? Nee, maar die dus op een of andere manier gemeentelijk nog zichtbaar zijn. Dat is prima, maar daar kun je geen landelijke regelgeving op maken. Daarom hebben we, toen het regeerakkoord werd opgesteld, pagina 30. Toen de regeling werd gemaakt, volgens mij is pagina 23, maar uw geheugen is misschien nog beter. In al die gevallen hebben wij gezegd, het gaat hier om het onder landelijk toezicht staan. Goed. U bent niet van plan de regels ruimhartiger te maken. De regels blijven de regels. Dat vraagt overigens ook even de politieke connectie. Daar en dimensie. Ook de Partij van de Arbeid gisteren vraagt dat niet. De regels blijven alleen de regels. De Partij van de Arbeid vraagt wel van het kabinet en van de staatssecretaris, meneer Teven, om het beleid ruimhartig toe te passen. En dat doet binnen Teven. Ja. Nou zei Diederik Samson, dus ik doe een beroep op hem, om zijn discretionaire bevoegdheid ruimhartig toe te passen. Ja. Nou, kan een staatssecretaris binnen die discretionaire bevoegdheid, dus onttrokken aan de buitenwereld zelf, vanwege schrijnende gevallen, beslissing nemen dat iemand hier toch mag blijven, kan hij dat in 600 gevallen doen? Ja, dat hangt, als die 600 gevallen allemaal schrijnend zouden zijn, zou dat theoretisch kunnen. Maar dat dan lijkt maak je mij toch in feite al beleid dat onttrokken is aan. Ja, maar daar is de discretionaire bevoegdheid niet voor bedoeld. Dus ik denk dat Diederik Samson, die altijd heel zorgvuldig formuleert, nog zorgvuldiger geformuleerd zou hebben als hij gezegd had. En zo heb ik hem later ook verstaan. De staatssecretaris moet de regeling ruimhartig uitvoeren. Dat doet Fred Teven. Ja. Daarnaast is er een discretionaire bevoegdheid, maar die werkt alleen. En dat vindt Diederik Samson, dat vind ik, dat vinden we allemaal. Als we ons er verder niet mee bemoeien. Want als wij gaan vragen aan de staatssecretaris waarom in dit geval wel en dat geval niet, dan is het geen discretionaire bevoegdheid. Maar dan weet dus niemand hoeveel van die 600 kinderen hier nog mogen blijven. Zo zal het ook zijn.
Omdat je, als je dat allemaal zichtbaar wilt maken en daarvoor de discretionaire bevoegdheid wilt gebruiken, is dat een dode letter geworden. Die werkt alleen als die van toepassing kan zijn op schrijnende gevallen. Dus dat... En de mate van schrijnendheid kun je niet in een afwegingskader opnemen. Ja. Dat moet een besluit van de staatssecretaris zijn. Dus dat betekent ook dat Diederik Samsom naar zijn eigen achterban, zijn eigen partij, zijn kiezers straks niet kan zeggen: wij hebben ervoor gezorgd dat zoveel van die kinderen alsnog hebben kunnen blijven, want dat weet hij dan volgens niet. Volgens mij was zijn doel gisteravond, en dat deel ik met hem, om ervoor te zorgen dat wij vanuit fatsoenlijk asielbeleid hier in Nederland nog eens een keer herbevestigen dat ook bij dit kinderpardon, wat de wens van de Partij van de Arbeid was in het regeerakkoord, wat ook door Fred Teven ruimhartig wordt uitgevoerd, dat het inderdaad ruimhartig wordt uitgevoerd. Maar we hebben toen afspraken gemaakt die ook de Partij van de Arbeid niet ter discussie stelt. Ja. Politiek accepteert, namelijk het moet gaan om mensen die landelijk bekend zijn. U verwacht hier dus geen politiek glazen over? Nee.